Goedenavond, vandaag een speciale editie van Studio Voetbal. Geheel in het teken van de Medtronic Junior Cup Diabetes. Een officieuze WK-voetbal voor kinderen met diabetes. Uiteraard met twee vaste gasten. Kenneth Perez en Jan Mulder, van harte welkom. En bij speciale uitzending hoort een speciale gast. Bas van der Goor. Bas, van harte welkom. De meeste mensen kennen je natuurlijk als Olympisch kampioen volleybal. Wat was dat toen mooi, hè? 96, Atlanta. Ik zat in de zaal, Jack. Ja, ik ook. Maar voordat we verder gaan, even terug naar 11 november 2003. Opnieuw tegenslag voor volleyballer Bas van der Goor. Bij Van der Goor is diabetes geconstateerd, in de volksmond ook suikerziekte genoemd. Het is nog niet duidelijk wat de ziekte betekent voor de carrière van de oud-international. Bas van der Goor blijft in ieder geval tot morgen in het Lucas ziekenhuis in Apeldoorn voor de eerste behandelingen. Van der Goor, die met het Nederlands team goud won op de Olympische Spelen van Atlanta en de Europese kampioenschap in 1997, heeft al meer tegenslagen gehad. En nu zal hij moeten leren omgaan met suikerziekte. Van zijn club krijgt hij alle tijd en zelf is hij er positief onder. En sporten met diabetes is mogelijk. Een van de bekendste sporters met de ziekte is de Engelse roeier Stephen Redgrave. Vijfvoudig Olympisch kampioen. Bas, wat dacht je toen je hoorde dat je diabetes had? En met name ook wat het zou betekenen voor je sportcarrière? Nou, ik wist er niks van. Dus ik had geen idee wat me te wachten stond. Ik had geen idee wat ik nog kon doen in mijn sportieve leven of in mijn leven überhaupt. Ik kende niemand met diabetes. Ik had nog nooit met iemand over gesproken. Dus toen jullie redactie eigenlijk voor mij een beetje onderzoek had gedaan en met de naam Steve Redgrave kwam, was dat voor mij een hele belangrijke. Want hij liet zien dat wat heel veel artsen of verpleegkundigen mij niet kunnen laten zien, wat je allemaal nog kunt als je diabetes hebt. Namelijk Olympisch goud winnen met type 1. En dat was voor mij eigenlijk wel de belangrijkste antwoord op de vraag: wat kan ik allemaal nog? Het maximaal. Dus toen ik hem zag, s'avonds op televisie bij jullie, toen had ik het idee van, nou, dan moet ik ook nog wel tegen een balletje aan kunnen slaan. Het moet een hele gekke gewaarwording krijgen. Ja, absoluut. Diabetes heeft een beetje een associatie dat het alleen bij wat oudere mensen voorkomt. En een sport natuurlijk niet. Je beweegt veel, je eet gezond en dan heb je niet de eerste associatie met diabetes. Maar gelukkig heb ik eigenlijk heel snel ben ik te weten gekomen wat je allemaal nog kunt. En nou, daar hebben we dan een stichting bij bedacht om zeg maar, dit verhaal ook meer voor de bühne te krijgen. En tot op de dag van vandaag gaat het eigenlijk erg goed en zijn we heel blij dat we mooi werk kunnen doen. Wat doet de stichting precies? De missie is de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren door middel van sport. En dat doen wij door ervaringen en informatie en inspiratie tussen de mensen met diabetes te delen. En dat geeft naast dat je zorg krijgt van de zorgverlener ook heel veel houvast over hoe je je leven kunt inrichten. En nu dan? Een groot WK? Ja, we hebben het afgelopen jaar een heel mooi WK gespeeld. Het was voor heel veel kinderen met diabetes toch een hoogtepunt in hun sportleven. Voor de ene keer niet als patiënt gezien worden, maar als WK-deelnemer. En het is nog goed afgelopen ook nog. Ja. Wel mooi, hè, al die initiatieven. Hebben jullie enige ervaring met diabetes? Ik wel, ja. Ja? Vertel. Nou, ik heb het. Maar is het oude... Dus je ziet, je kunt er ook een top-analyticus mee worden. Begrijp ik. Maar heb jij... Maar, is dat, even alle duidelijkheid. Is dat een ander soort diabetes? Heb je ouderdom? Nou, ik had het. Maar ik heb laatst Juri en Gerrit met twee zoons toegesproken. Als je... Want je verwaarloost het. Die diabetes B, die ouderdom. Je voelt je goed. En dat gaat over in diabetes. Als je dat een beetje verwaarloost. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja, want? Nou ja, toen kreeg ik een of andere medicijn een keer toegediend voor iets. En dat triggerde helemaal die diabetes. Ik moet echt de insuline spuiten. Iedere dag? Ja. Maar ik voel me topfit. Dat maar het zijn wel twee verschillende diabetes. Er is diabetes 1 en diabetes 2. Ja, bij type 1 maak je helemaal geen insuline meer aan. Dus ben je afhankelijk van een insulinepen of een insulinepomp. En bij diabetes type 2 kun je ook nog soms met medicatie toe. Met een aantal pilletjes. En soms dan kun je dat heb ik daarna geprobeerd, Bas. Ja. Maar toen ben ik na 2 maanden weer overgegaan. Dus weliswaar op een lichte dose. Ja. Toch insuline, zo'n pen. Ja. En werkt dat goed? Ik voel me hartstikke goed. Mooi. Het ziet ook goed uit. Dus, Het is eigenlijk best opmerkelijk, hè? Want hij is er dus mee geconfronteerd. Ja. Jij ook, niet zelf? Nee, mijn oudste zoon heeft diabetes 1 3 jaar geleden geconstateerd gekregen. En dat is absoluut niet leuk. En wat met name het weghaalt is een beetje de onbezorgdheid voor zo'n kind. Dat vind ik eigenlijk het allermoeilijkste. Weet je moet toch...
elke keer rekening houden met wat je eet, wat je doet, wat je... Vergeet niet dit, vergeet niet dat. Je moet altijd op alles voorbereid zijn. En dat vind ik het moeilijkste eigenlijk voor als ouder. Dan wil ik graag je kind zien, onbezorgd zien opgroeien. Nou, dat is het moeilijke, denk ik. Hoe werd het ontdekt bij hem? Nou, hij viel heel veel af. Hij dronk heel veel water. Hij plaste dus ook heel veel. Ja. En we waren in Denemarken en mijn schoonmoeder zei van... nou, dat zal ik toch even bij de dokter gaan checken. Nou, mijn vrouw naar de dokter geweest in de ochtend van... nou, dat zal wel niks zijn. En binnen 10 seconden sta je leven op de kop. Want met 1 bloedprik, dan kan je je bloedsuiker meten. En dat is veel te hoog. En dan sta je leven op zijn kop. En nou ja, daardoor is hij wel mijn held geworden. Van hoe hij daarmee omgaat, is echt ongelooflijk knap en ongelooflijk goed. Hij is nu 15. Chapeau. Het is goed van jou dat je ermee bezig bent. Hè? Dat je niet alleen mee geconfronteerd bent, maar dat je eigenlijk een role model bent geworden voor sport en de jeugd. Ja. Nou ja, kijk, wat heel belangrijk is, en dat vind ik ook heel mooi. Ik heb laatst Steve Redgrave ontmoet en zijn arts toen de tijd. Die had geen idee wat diabetes voor een effect had op sport. Maar hij hield Steve voor, ga gewoon door, je kunt alles nog. En hij heeft toen Redgrave stopte met roeien, heeft hij, je moet bekennen, dat hij geen idee had, die arts, wat het allemaal zou betekenen. Maar hij wilde niet, zeg maar, de droom van Steve Redgrave om 5 keer goud te winnen, in de war gooien. Dus ja, ik vind het denk ik heel erg goed om mensen te informeren over wat allemaal kan, hoe je dat kunt doen. Want het is toch een beetje onzeker. Als je niet helemaal door hebt van wat je eigenlijk doet als je diabetes hebt, is ja, de thermostaat in je lichaam, die is kapot van wat betreft je bloedsuiker. En je moet zelf ja, een beetje meten. Als die te laag is, je bloedsuiker, moet je suiker eten. Is je te hoog, moet je wat extra insuline geven. En dat gaat gewoon 24 uur per dag constant door. Maar heeft hij wel een topprestatie geleverd door die... Want je bent toch sneller vermoeid. Ja. Ondanks die insuline. Ja geweldig. Ja, het is een bikkel eerste klas. Ja. Absoluut. Ja. Nog even terug naar het toernooi. Ja. Hoe belangrijk is dat nou voor die kinderen en met name ook voor het gezin, de familie? Nou, het mooiste was dat er op een gegeven moment een vader naast me kwam staan tijdens het toernooi. En die zei van, nou luister, Bas, wat de Olympische Spelen voor jou zijn geweest, dat is dit toernooi voor ons. Wij hebben eigenlijk altijd het idee dat onze kind een patiënt is. En nu is die in één keer wereldkampioenschap deelnemer. En dat is allemaal goed afgelopen. Dus dat heeft zo'n enorm effect op hoe diabetes in zeg maar de dagelijkse gang van het leven een plaats krijgt. En nu in één keer zijn ze wereldkampioen. Fantastisch. Ja. Maar Bas, mag ik iets zeggen? Ja. Het is ook niet echt aan de orde om daar nou een enorme, vreselijke ziekte van te maken waar je aan sterft. Ja. Het is onder controle te houden. Dat is ons verhaal. Of overdrijf ik nu kennen? Nou ja, het is natuurlijk... Het is heel vervelend. Het is heel vervelend en het heeft natuurlijk wel dat je vervolgziektes kan krijgen. En jij moet natuurlijk heel goed onder controle houden. Dan kan je het nog bestrijden. Maar je moet wel, en daarom heeft kinderen natuurlijk heel veel steun nodig en heel veel hulp ook nodig. Oké. Okay. En nou ja, het is gewoon in een vreselijke ziekte. En er is niet zo heel veel over bekend. Want toen wij het te horen kregen, ik dacht al, wat betekent dat precies inderdaad? Ja. En nou ja, en toen ga je veel meer in verdiepen. En nu ben ik er heel veel mee bezig. Maar wat je zegt met patiënten, mijn zoon bijvoorbeeld, hij werd helemaal niet gezien als patiënt. Nee, hij is gewoon, weet je wel, dat heeft hij dat ding ik en dan gaat dat, hij gewoon door. Ja. En dat is wel belangrijk, ook voor jezelf, om dat te doen. Ja. In het hedendaagse betaald voetbal, is er een voorbeeld nog van een speler bijvoorbeeld in betaalde voetbal? Nou, ik ken er eigenlijk twee. Ze zijn eigenlijk alle twee ambassadeur bij ons. Louis Laros, die heeft oud voetballer bij Vitesse en bij Willem II. En Jan-Arie van der Heijden, die nu bij Vitesse speelt. Die heeft het ook. En die hebben dus constant te maken met het goed organiseren rondom trainingen en wedstrijden van hun suiker. Maar ik heb hem er nog nooit kunnen betrappen op beeld dat hij daar moeite mee heeft. En hij geeft mij ook aan dat hij het allemaal aardig onder controle heeft. En het is natuurlijk fantastisch dat ik heb op mijn 32e de type 1 gekregen. En dan zit je al een beetje aan het einde van hun carrière. Maar Jan-Arie die kreeg op zijn 13e of 14e het type 1. Ik heb met hem gevoetbald. En heeft toen nog zeg maar Ajax 1 gehaald. Ja. Als je voorstelt wat dat voor een impact heeft op een leven van een kind van 12... dat net te horen krijgt dat hij type 1 heeft. Als Jan-Arie laat zien dat hij op zijn 14e nog gewoon doorgaat tot het eerste van Ajax... Ja, daar kan mijn verhaal niet tegenop.
Ik vind het in ieder geval een hartstikke goed verhaal. Fijn dat jullie er ook waren. En dat wij nu ook wat meer weten van jou en van je zoon, dus ook van jou. Jij bedankt. Komt er genoeg geld binnen? Ja, het gaat goed, maar we kunnen natuurlijk altijd wat meer geld... Zeker, het kan nooit genoeg zijn om het te bestrijden. Nee, dus dat is wel heel leuk als mensen ons willen helpen. Ik zou zeggen, google ons op internet en vind ons. Dan kun je wel wat doneren als je wilt. Heel goed. Dit was een speciale uitzending voor de Bas van de Goor Foundation. Goedenavond.